Maar op 18 december is hier iets geweldigs aan de hand. Vertel eens, Jeroen Bos. Ja, daar zijn we volop mee in voorbereiding. Met een hele grote groep vrijwilligers, winkeliers, enthousiaste mensen. Het idee is dat we hier inderdaad een kerstspectakel gaan organiseren. Ja, de kerstmarkt is daar onderdeel van. En wat ik al aangaf, heel veel mensen zijn erbij betrokken. Dus met elkaar gaan we er bijzonder iets van maken. En bij deze ook iedereen van harte uitgenodigd om ook die dag op bezoek te komen. En zich te laten verrassen hier in het gebied. Kun je iets vertellen over wat er zo bijzonder is aan dit spektakel? Ja, eigenlijk dan moet je een beetje teruggaan in de tijd. Dat is dat heel vroeger was er altijd al wel een kerstmarkt, kerstspectakel hier in het gebied. Dat is wat in slop geraakt. Zijn er een aantal jaren heeft er geen activiteit plaatsgevonden. Moet ik even zeggen dat ik samen met Mathieu Bloem ooit eens weer heel klein begonnen ben met een kraampje. Een beetje glühwein uitdelen. En dat is toch in 10 jaar tijd weer uitgegroeid tot een hele jaarlijkse happening spektakel. En bijzonder iets. Ga het ontdekken zou ik zeggen. Doelengebied. Kun je een beetje omschrijven wat dat inhoudt? Ja, nou, voor origine dus ontstaan in de Doelenstraat. Alleen het enthousiasme dat werkte zo aanstekelijk dat ook ondernemers onder andere in de Kerkstraat, Kerkplein, Oranjestraat, het klein stukje Grote Straat zich ook graag hebben aansloten. Nou, samen altijd meer. Dus dat is wat wij dus nu tegenwoordig het doelengebied noemen. En, maar goed, het hart is inderdaad de Doelenstraat en alle straatjes omheen. En dat is ook eens heel uniek om eens te ontdekken voor de mensen. Hoe mooi stukje Almelo we eigenlijk hier hebben. Ja, zijn dit kraampjes of is het meer? Ja en nee, tuurlijk. Een kerstmarkt zonder kraam is denk ik geen kerstmarkt. Maar er is zoveel meer. Als ik kijk wat onder andere Servoes voor ons gaat betekenen. Dat is zo'n grote groep vrijwilligers en mensen die zo enthousiast een heel spektakel gaan neerzetten. En ik weet niet of ik nu al mag verklappen wat het thema is. Ik denk het wel. Het is het meisje met de zwavelstokjes. Echt een typisch winterverhaal. En dat gaat op verschillende plekken gaat het ten uitvoer gebracht worden. En dan zijn we heel benieuwd naar hoe dat in deze unieke ambiance hoe dat zal worden. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Kun je nog even vertellen, 18 december en hoe laat en waar? Ja, het is ongeveer vanaf 1 uur start het altijd. Hè. We zien vaak dat er om 12 uur er ook al mensen op de been zijn. Nou, dat is volop wat te bezien. Er wordt opgebouwd, er wordt gedaan. En vanaf 1 uur start echt het programma. En wat ik al aangaf, Servoes zal op verschillende plekken, diverse tijdstippen, zal daar optredens verzorgd worden. En daarnaast uiteraard veel meer muziek in de stad, veel meer te ontdekken. En ik zou echt zeggen van mensen, kom allen ons Almelo bezoeken. En als ze meer informatie willen, hoe kunnen ze daaraan komen? Ja, we hebben een speciale website, is doelenkerstmarkt.nl is dat. Daarop kunnen ze alle informatie vinden met betrekking tot het evenement. Ja, wat gaan wij doen? Kijk, wij gaan weer iets speciaals doen. Wij gaan weer anders dan anders. Nou, wij gaan hier in dit gebied waar we staan nu vlakbij het Wevershuisje, gaan wij een kerstverhaal vertellen. Maar niet zomaar een kerstverhaal vertellen, nee. Dat gaan we doen met ondersteuning van koormuziek. Het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes gaan we brengen. En we zullen dat verhaal brengen op allerlei bijzondere locaties hier in het Doelengebied. Eigenlijk is het Wevershuisje de ene laatste scène van het verhaal. En ik ga uiteraard niet vertellen wat daar gaat gebeuren. Maar voor de mensen die het verhaal kennen, dan heeft het wel iets met een soort van naar de hemel gaan en zo te maken. Ja, het meisje met de zwavelstokjes. Een heel zielig verhaal. Van een klein meisje met weinig geld wat zwavelstokjes moet verkopen voor haar vader. Maar verdorie, niemand wil die zwavelstokjes kopen. En zo probeert ze hier in het Doelengebied, probeert ze aan Jan en alle man, probeert ze haar stokjes te slijten. Maar niemand koopt ze. We hebben een hele mooie verhalenvertelster. En die neemt de mensen mee in het verhaal en in het gebied. En die vertelt dus stukken van het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes. Dus op die manier hebben we het verhaal in 6 stukken geknipt. En op die manier wordt het verhaal verteld. De koor zal uiteraard ook een stukje spel doen, want we zijn muziektheater. Dus het is spelen en het is vertellen. En het is zingen. Het koor zal ook een deel uitmaken van het verhaal. Het koor zal ook gekleed gaan, uiteraard in mooie oude kerstkleding. En dan praten we zo'n beetje in kleding richting eind 19e eeuw. We treden 3 keer op. Dus 3 keer een startpunt. Het startpunt is op het Kerkplein. En wij starten om
1 uur, om 2:15 en om 3:30. Dus de mensen kunnen 3 keer genieten van een heel bijzonder kerstverhaal. Liederen waar mensen eventueel ook mee kunnen zingen als dat zou willen. We hebben bijvoorbeeld Oh Holy Night, maar ook Stille Nacht. Weliswaar een iets andere versie, maar met een beetje inzet en motivatie kan iedereen dat wel oppakken. En natuurlijk 12 Days of Christmas. On the second day of Christmas, my true love said to me... Dat is natuurlijk een prachtig kerstnummer. Dus bekende nummers. Een bekend verhaal in een ander jasje, in een andere omgeving, met bijzondere nummers. De verhalenvertelster zal de mensen meenemen. Maar niet alleen de verhalenvertelster, het meisje met de zwavelstokjes zelf, gaat haar gang en gaat haar verkoopronde houden hier in het gebied. Dus op die manier worden we gewoon meegenomen. En de route die we gaan lopen, ja, daar kom je echt langs hele bijzondere plekjes. Zoals we komen door de Herengracht, we komen ook door de Doelenstraat zelf. En uiteindelijk ook bij het Wevershuisje en op het Kerkplein. Dus een paar hele typische mooie plekjes Oud-Almelo, waarvan ik denk wat gewoon perfect is om een kerststuk op te voeren. Met het gevoel van, oh jee, wat kan het toch ontzettend slecht zijn voor sommige mensen en wat hebben wij het eigenlijk goed met z'n allen. En dat vind ik ook een mooie kerstgedachte.